Bij het horen van de naam Hilbrand Nawijn denkt niemand meer aan de politicus die ooit was, maar aan die geweldige Nederlandse zanger. All my life, all the good my way. En nu heeft die artistieke duizendpoot weer een nieuw talent in zichzelf aangeboord, namelijk het jumpen. Hij heeft een single opgenomen, daar wil ik hem eventjes over aan de tand voelen, want waarom blijft hij Nederland toch verrassen met die geweldige artistieke talenten van hem? Hilbrand, dit zijn de mooiste tijden van je leven. Nou, ik moet zeggen dat ik wel heel veel plezier heb de laatste tijd. En ja, dat is toch, wat is er leuker om plezier te hebben natuurlijk in dit leven. En om popidool te zijn. Je bent met een einde raad, de klokken in de straat, komen van de dag op. En als ik daar zelf zou staan, dan zou ik toch zeggen van mijn hemel. Ik blijf even ergens in een grot onder. Nou, dat heb ik ook wel eens gedacht. Onderduiken. Heb ik ook wel gedacht, maar ja, toen kwam daarna kwamen de reacties van de mensen. Je kon niet zo'n grote god vinden. Nee, ja, ik heb niet eens teruggekeken mijn optredens bij So You Wanna Be a Popstar. Echt niet? Nou, oké, 1 of 2 heb ik, want op een gegeven moment, kijk, met Kom van dat dak af, opeens kreeg ik daar zoveel positieve reacties op. Toen dacht ik, nou, dan moet ik zelf ook eens gaan kijken. Maar wat denk je dan als je dat ziet? Ja, denk ik. Denk je heel brand. Erbarmelijk. Vreselijk. Maar nee, waarom doe je het dan? Ja, je hebt er zoveel lol omheen. En ik moet zeggen, de mensen overal, die vinden het allemaal schitterend. En ik kan nergens mee komen. Of ze zeggen, hey, kun je niet even voor ons optreden? Maar ze lachen je allemaal uit. Nou, dat is niet waar. Wat ze leuk vinden is de amusementswaarde. Dat is de andere kant van de medaille. Home again. Fly away. On Hilbrand Airways. Fly me high. In pizza sky. Heb jij mensen in je omgeving die van jou houden? Ja, absoluut. Absoluut, gelukkig wel. Mijn vrouw en 3 zoons, dus dat die houden. Maar die vinden dit niet zo leuk. Dat zal ik je heel eerlijk vertellen. Die vinden dit niet leuk? Nou, mijn zoons moeten er heel erg aan wennen. Maar waarom krijgen zij het niet voor elkaar om jou voor jezelf in bescherming te nemen? Ze weten ook dat hun vader toch wel zijn eigen gang gaat. Heeft hij altijd zijn leven gedaan en is toch eigenlijk vrij ver gekomen, kun je zeggen. Popster. Popster en minister. Hè? Ik geloof dat er maar 400 mensen na de Tweede Wereldoorlog minister zijn geweest. Wat is het wat je hebt opgenomen? Jumpnummer? Een jumpnummer? Ja, nou, jump is helemaal in op dit moment. Volgens mij heb ik de eerste Nederlandstalige jumpnummer gemaakt. En dat is natuurlijk voor de jeugd. Die staat er ook gewoon nog bij te stralen. Ook. Ja, is toch geweldig? Is toch geweldig dat je weer wat presteert? Je bent minister geworden en je wordt nou opeens zit je in een andere circuit. Je bent wel echt, hè? Wacht even voelen. Je bent wel echt. Ja, ben ik echt? Ja, wat voor vlees en bloed. Kun je mij ook wat pasjes leren? Ja, absoluut. Ja, wacht even. Moet even ruimte maken, Hilbrand. Want ja? Stop maar. Oh, onderaan. Ja, oké. Okay. Nou, zo is het ongeveer. Wat is de volgende stap na het zingen, dansen? Is dat vuistneuken met bejaarden? Hallo, nee, dat doe ik niet aan mij. Dat doen we niet. Maar hoe ver ga je? We gaan heel netjes houden. En ik doe alleen maar dingen waarvan ik denk, nou, kan ik aan meedoen. Maar niet iets met seks ook of zo? Nee, never nooit. Toch lachen, heel bang. Nee, dat doe ik niet. Er kijken heel veel mensen naar, hoor, dat, seks. Ja, dat weet ik. Maar dat doe ik echt niet. Dat heb ik ook niet nodig. Eindelijk hadden we weer een beroemdheid van formaat voor de camera, die ook nog eens een keer iets in zijn mars heeft. Ik heb er alleen totaal geen vinger achter kunnen krijgen waarom hij ons nou blijft verrassen met zijn talenten. Daar is hij heel mysterieus over, maar daarom is het natuurlijk ook een grote ster. Wat ik wel weet is dat dit een enorme boost moet geven aan de jumpcultuur. Want welk puisterig pubertje wil er nou niet lijken op Hilbrand Nawijn?